De brandwacht kreeg de melding van de brand om 12 uur 's nachts hinnen. De bewoners van het hoes dicht bij de loods toen dutsen het vuur zelfs. De brand griep de nieuwe hut om hem hinnen en er wiel gauw gevaar voor de omliggende gebouwen. De brandwacht had daarom inzet op behoud van de pan dicht bij de loods, zoals dit wenhoes. De loning staat niet aan de loods vast, maar is voor de loods gelegen. En daar heeft de brandweer eigenlijk op ingezet. Dat was de hoogste prioriteit om de woningen te behouden. En ja, zoals het er nu uitziet gaat dat lukken. Maar de brand is wel overgeslagen naar de woning? Ja, de brand is overgeslagen naar het dak van de woning. En op dit moment probeert men daar de brand te bestrijden. Bij Dailjocht is goed te zien dat er van de loods net volle miroer is. Het hoes heeft het uiteindelijk wel redden, al is het maar een soort skeeuw aan de achterkant. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.